De gemeente Utrecht gaat een studentenhuis aan de Gloriantdreef inspecteren naar klachten van bewoners. De studenten zeggen dat als ze gebreken melden bij de verhuurder, Polen en ex-delinquenten in hun gang worden gehuisvest. Uit angst voor de huisbaas willen ze dan ook niet herkenbaar op tv. Ja, we hebben al een tijd last van arbeidsmigranten, vooral Polen, ze komen uit Letland, Litouwen. Ja, die combinatie met studenten, dat is voor ons gewoon echt niet te doen. Zij willen hier eigenlijk ook niet zijn, maar ze werken hier. En ze worden hier gewoon in huis gezet door onze huisbaas, Marcel van Hooydonk. En hij treidt het ons gewoon al 2,5 jaar. Door ons in de winter af te sluiten van het warme water en dan de schuld te geven aan de NECO. Nu zijn onze afvalbakken weggehaald, we hebben een tijd geen internet gehad. Er komen ex-delinquenten die worden in kamers gestopt. En als je daar dan boos om wordt, en nou ja, je huur is ook veel te hoog. En als je daar dan boos om wordt en je gaat naar de huurcommissie, dan wordt het helemaal naar. Want dan zet hij dus Poolse arbeidsmigranten en ex-delinquenten gewoon bij jou in de gang. Terwijl je daar eerst gewoon gezellig met je studentenvrienden woonde. Gisteren zijn we bij de gemeente geweest. En vandaag rennen er ineens allemaal klusjesmannen door het huis. Om lampen snel te fixen, om te kijken naar brandalarmen. De kast die gestolen was, die stond ook ineens weer op zijn plek. En dat is volgens mij gewoon omdat de gemeente heeft aangekondigd dat er inspectie komt. Als de inspectie geweest is, een week later, dan zitten de Polen hier gewoon weer. Niemand wil hier wel in beeld, waarom niet? Ja, omdat we gewoon heel erg bang zijn voor de huisbaas. In andere panden heeft hij zuurbommen naar binnen gegooid. Hij heeft sloten dichtgelijmd, ramen ingegooid. Je wordt gewoon echt bedreigd als je hem tegen gaat werken. En dat willen we niet. We hebben ons altijd koest gehouden. En we willen nu niet dat we ineens weer zonder warm water zitten. Dat het internet weer wordt afgesloten. En dat er misschien wel een knokploeg binnenkomt. Als ik naar het toilet wil, wat naast mijn deur is, dan doe ik de deur van mijn kamer op slot. Want je weet nooit wat er in die kleine tussentijd kan gebeuren. In die tussentijd zijn er al bij andere jongens laptops gestolen, stereotoren gejat, het koelkasten leeggehaald. In 2 minuten tijd. Dan voel je je niet veilig in je eigen huis. Het kan twee kanten opgaan. Of we blijven hier wonen, we zeggen niks. Het wordt steeds erger en erger met de Polen, met het vuil, et cetera. Dan word je op een gegeven moment zo gek dat je wil verhuizen. Of je onderneemt nu actie. En dan kan het zijn dat je wordt weggepest. Dan ga je ook verhuizen, maar het kan ook zijn dat het goed gaat. Dus eigenlijk is dit de enige optie. We hebben geen andere kant om op te gaan. Een medewerker van verhuurder Marcel van Hooydonk laat de Telegraaf weten dat hij het beste met de bewoners voor heeft. En dat het pand extra aandacht zal krijgen.